Ik heb er haast geen woorden voor. Het is hier zo mooi. Het is hier zo magisch. En wat ze hier dan van plan zijn met die machines en die kabels, ik snap het niet. Ga je mee? Dan laat ik het je zien. Nou, dit stukje schier is eigenlijk nooit door de mens beïnvloed. Het is nog echt oernatuur. Nooit heeft hier iets aan beheer plaatsgevonden. En dat is voor de natuur en de vogels en voor Nederland uniek. Duizenden jaren natuurlijke ontwikkeling. En daar zal je dan nu met zo'n kabel doorheen moeten. Dit landschap wordt doorklift. Er komt een hele grote geul met kabels. En misschien niet één keer, maar misschien ook meerdere keren. Want er wordt echt letterlijk en figuurlijk een geul door dat eiland heen gebaggerd. Zijn er alternatieven? Jazeker. Om aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen, komen er windmolens boven de Waddeneilanden. De 700 megawatt, genoeg voor 700.000 huishoudens, gaat door een kabel naar wal. De overheid wil dat doen via deze westroute onder Schiermonnikoog door. Tegenstanders verkiezen een tracé verder naar het oosten, weg bij het eiland. Ik ben niet boos, ik ben nog steeds verbijsterd. Ik ben eigenlijk ook gewoon domweg nog in de veronderstelling dat dit niet gaat gebeuren. Ook de gemeente en eilanders zijn onaangenaam verrast door het besluit. Nota bene ondertekend door minister Wiebes op een van zijn laatste dagen in functie. Hey Monique, er is een petitie, de naam van de petitie. Ja. Niet graven door Schiermonnikoog. Niet graven door Schiermonnikoog. Nou, mijn eerste gedachte was, dat is heel jammer. En wij moeten hier al heel vaak dingen van ons afduwen. Hè. We hebben de MSC Zoe-ramp gehad met allerlei plastic rotzooi en plastic bolletjes die hier permanent in onze natuur zijn verdwenen. We hebben te maken nog steeds met die containervaart. We hebben te maken met gasboringen. Door de kabel gaat groene stroom voor 700.000 huishoudens naar wal. Maar je moet je wel even afvragen of het daadwerkelijk ook om huishoudens gaat. Want die route die gaat niet zozeer naar huishoudens, maar die gaat natuurlijk gewoon naar een energiecentrale toe. De Eemshaven wordt ontzettend veel ontwikkeld. En als je dan kijkt naar hele grote energieslurpers die daar zitten. Ja, dat, zoals? Zoals het datacentrum van Google bijvoorbeeld wat daar zit. Ik denk dat daar een heleboel economische belangen spelen. En dat het niet alleen om huishoudens en energietransitie gaat. Een haas. Twee kiekendieven vliegend boven de duinen op zoek naar voedsel. En je hoort ook, als je goed luistert, hoor je steeds een getjilp. Dat is de veldleeuwerik die hier vrolijk zijn lied uitstort boven dit mooie stukje schier. Hier dwars door dit gebied moet die kabel komen. En hoe precies weten ze nog niet. Dat kan door die geul, maar het kan ook wel dwars door deze vegetatie heen. Er is heel veel onderzoek gedaan. Ja, wat nu als het echt niet anders kan? Ik vergelijk het wel eens met een huis. Als je een huis ontwerpt, ga je ook nadenken waar je je stopcontacten neerzet. En dan ga je niet voor ieder apparaat wat je aansluit weer een sleuf frezen in de muur. En dat gebeurt hier in de Waddenzee. In een reactie benadrukt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, EZK, dat in de toekomst beide routes nodig zullen zijn omdat er meer windparken zullen komen. Ze kiezen nu voor de westroute en bewaren de oostvariant voor zwaardere kabels later. Ja, ik vind dat geen goede reactie. Het is een reactie, maar ik zou hem zelf anders geven. Want? Nou, omdat je kunt het niet zo ad hoc bekijken. En je kunt niet de ene ontwikkeling tegenover de andere uitspelen. Aanvankelijk leek Oost te duur of te ingewikkeld of was te weinig ruimte. Nu wordt gezegd, nou Oost, daar kunnen we misschien nog een ander windmolenpark op aansluiten. De argumentatie verschilt ook. En dan denk ik, ja, daar krijg ik dan ook twijfels over. Netbeheerder Tennet is verantwoordelijk voor de aanleg van de kabels. Ik denk dat uiteindelijk de mensen, als ze zien wat er gebeurt en hoe we het aanpakken, ik denk dat mensen daar eigenlijk echt helemaal niks meer van gaan zien uiteindelijk. Het is echt een tijdelijke werkzaamheden die we daar uitvoeren. En je zult echt zien dat de natuur zich heel goed op dit soort dingen kan herstellen. Dat vragen wij ons wel af. Ingrepen elders laten zien dat je heel lang die sporen van het graven nog ziet. Hier begint de blauwe zeedistel
Dat is ja, een distel zou je zeggen, maar het is eigenlijk wel een hele zeldzame distelsoort in Nederland. Maar is het nou zo erg voor dat plantje als hier tijdelijk even gegraven gaat worden? Nou ja, als je dit duin weggraaft, is het plantje weg. Zo simpel is het. Wat kunnen jullie hier nog tegen doen? Ja, dat is een goeie. Wat kun je überhaupt doen als heel klein eilandje tegen het grote boze EZK, om het maar zo te zeggen? Ja, dat is heel erg de vraag. Nou ja, het Waddengebied is ons grootste natuurgebied in Nederland met de status werelderfgoed. Het wordt beschermd door de zogenaamde Natura 2000 wetgeving. En ik had wel verwacht op basis van die status dat het wel dat dit soort dingen eigenlijk niet zouden kunnen. Als ze dit soort activiteiten gewoon plomp verloren door laten gaan, hier dwars door die oernatuur heen, dan denk ik van ja, dan lap je Natura 2000 aan je laars.